Hey, ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En jongens, we gaan gewoon meteen weer beginnen, want ik ben gewoon op die recording grind van Orcs Must Die vandaag. En we hebben vandaag die arena. Ik ben echt benieuwd wat dit is. You have been granted the Pounder. Yay! Kijk, dit zijn de vallen die ik leuk vind. Even kijken. Oh, wat is dit nou? Oké, we hebben daar. Hier hebben we een ding. En hier hebben we een ding. Oké, wel. Nou, spelboek. Sowieso, dit ding, dat ding. Oh, nou, nee. Wel in een bepaalde volgorde. Dit, dat. Oké. Dan wil ik die nieuwe val wel uitproberen. De Pounder. Even kijken, dat is dat ding. Dan wil ik ook wel die. Ja, oké, prima. Oké, en we hebben vandaag de ogen, crossbow or cobalt runner ook weer. Oké. Dus even kijken, nou, hoe duur zijn die dingen? Oh, die zijn maar 5. Oké, waar kan ik die dingen op plaatsen eigenlijk? La 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 la. Oh, die kun je plafonds plaatsen. Oké, I see. En wat dan? Pounden die naar beneden of zoiets? Zou wel cool zijn als dat echt zou werken. Nou, we plaatsen er één. Ik ben benieuwd wat het doet. Een beetje hard hoofd in, maar... Zullen we zelf gaan merken wat het allemaal uitspookt. Huh? Ja, een klein cadeautje voor de orks, hè? Because I am that nice. Even kijken, nou, hier ook nog van die dingen. Alleen hier beginnen we met... Tar traps. 6 en dan die. Dan die. En nou, dat zit er ongeveer. Oké, kijk, hier begint het. Oké. Nou, wat gaat dat dingetje hier doen? Ik ben benieuwd. Pounder, wat ga je doen? Wel, de Pounder doet geen reet. Oké, seems legit. Pounder moet ook voor hier natuurlijk. Schilheid. Wat? Nee, bij de rift vandaan jullie. Bij de rift vandaan. Godsamme. Opbokken, dit is mijn rift en jullie blijven er vanaf. Dit is het fucking laatste wat ik doe. Wegwijzen. Ik wil dat ding daarboven wil ik graag verkopen als dat zou kunnen. Oh god. Helemaal prima. Oké, die komen ze daar. Oké. Dat is een hele hoop verbrand. Dit is allemaal fucking ook dichtbij. Dus je hebt hier echt heel veel van die close quarter traps nodig. Ja, ik weet dat er een ork in die andere rift is gegaan, maar dat moet ik niet. Meer van die dingen heb ik nodig. Werkelijk geen idee of het gaat werken. Och, dan krijgen we kobold runners. Geen verdediging. Oké. Wat doen we? Snel denken, Ronald. Snel denken. En hier nog wat dan? Wat niet kan, want geld is op. Wel ja, unleash the horde. Kan er niks anders van maken. Ah kijk, nu komen ze gelukkig wel uit één kant. Oh, en het zijn crossbow orks. Oh. Oké, er komen de normale orks. Brand. Oké dan. GG. Health pushen. Oké. Daar hebben we nu Pounders. Hier nog niet. Ja, oké. La 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 la. Haha, branden barbecue.
Hup, terug zeg ik. Ik wil jullie niet. Wegwezen. Dood, zeg ik toch, man. Geef je dat niet aan. Godver. Oké, wel, die orks worden echt gepalmd daar, zo snap je hem. Gepalmd, de pounder. Ik wil meer pounders. Denk ze goed. Die moet ik gewoon allemaal van deze traps plaatsen. Die doen voor de verandering goed damage. Branden. Branden. Ik denk dat dit erg challenger gaat worden. Heel erg. Holy shit, dit is echt fucking moeilijk. Nee, ik denk dat ik dit niet haal dit. Nee, GG. Ring of Death Dooms. I can do this. Okay. Jezus. Nee, het hurt a lot. Blijf gewoon doodgaan, alsjeblieft. Ga gewoon. Helemaal klaar met jullie. Serieus, helemaal klaar. Nee. I lost. Defeated. Poepscheet. Oké, nou. Retry. You have been granted the pounder. I know, I have granted the pounder. Dating. Nou, doe maar teer. Doe maar pounder. Doe maar spike traps. En doe maar. Ja. Yeah. Barricades. Wat in godsnaam? Wat zullen we doen, jongens? Ik heb eigenlijk echt gewoon geen idee. De uitgangen moeten we bewaken, natuurlijk. Dat is één. Zo, gewoon de kanten dekken waar ze heen langs gaan. Dus zeg maar, dit is nou redelijk veilig. Die orks met schild zijn veel. Kun je niet in één keer killen, die hebben schild. Dat is echt poep. Kijk, jullie horen gewoon dood te vallen. Wat begrijpen jullie dan? Ja, dood vallen. Ga dood, sterven. Oké. Oké, komen ze hier langs. Hier, orkie. Ga sterven doen.
Godverdomme. Oké dan. Oké dan. Nou ja, 17 levens over. Nou, ik heb in ieder geval redelijk wat van deze meukosaurusheid, dus ach ja. Maak er het beste van, Ronald, zou ik zeggen. Oké, niet genoeg. Oké, GG. Ga op de GG-knop drukken. Zo snel mogelijk al die crossbow-orks uitschakelen en dan zo snel mogelijk door. Om het achterste zien te komen, ik snap het al. Best een hele hoop tactiek gaat eigenlijk in zitten als je het zo bekijkt, zeg maar. Weg, terug. Kijk, dit is ronde. Oh, godverdomme. Ja. GG. Moet allemaal respawnen. Iedereen gaat dood. Oké, nou, 8 levens over. Fuck dit, man. Dit is fucking moeilijk. Echt serieus. Dit is echt moeilijk gewoon. We zijn niet eens op de helft. Branden. God van nee! Kut ork! Dit lukt mij niet. Retrain apprentice. My god. Dit is echt niet normaal moeilijk gewoon. In de verste vet is niet wat ik ken nog. Dit is niet normaal gewoon. Dit is echt moeilijk. So, now the order sent me to the fortresses on the western line. Who wants more traps? I do. I do. I laugh right there. That's the spot. And it kicks. Set it and forget it. Okay, no. Kijk, als ik één rift had, dan was het nog redelijk makkelijk, maar het zijn er gewoon fucking twee wat ik moet beschermen. Dat maakt het mij ook niet echt bepaald fucking makkelijk. Extra verdediging. Oké, nou. GG. Dit moet wel lukken. Goed dan. Maar goed. Zolang ik het level maar haal. Apprentice mode maakt me niet uit. Zolang ik het maar haal. En apprentice mode vind ik alsnog niet heel slecht, hè? Het is echt wel makkelijk, nou, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Oké. Oké dan. Goed, kom maar jongens. Gaan we even makkelijk halen dit, hè jongens? Ja. What the fuck, die ork die space hem helemaal nog uit. Oké, zo. Het is het eerste level wat ik moet doen op apprentice, maar ja, we zijn er wel bijna. We moeten natuurlijk wel wat 7 levels of zoiets. En dan hebben we Orsmus daar gewoon verslagen. Kijk, wauw, we verslaan dit echt alsof het gewoon boterkoek is, serieus. Maar boterkoek versla je eigenlijk niet. Ja, toch is het zo. D-
Dit vind ik echt te makkelijk. Sorry dat ik het zeg, hoor, maar... Dit vind ik echt te makkelijk, gewoon. Echt serieus. Dit vind ik echt te... Wat speel ik dan normaal op hard mode of zo? Niet dat ik weet. Speel ik op hard mode normaal gesproken, nou eens daar? Nee, dat kan haast niet. Nou ja, ik heb in ieder geval al meer traps. En dit helpt sowieso. Nou ja, we zullen het zien in ronde 4. Ik heb nog geen enkel rift leven verloren, dat is nice. Oké. Ze hebben ook geen schilden volgens mij nou. Nee, ze hebben geen schilden. En dan komen er volgens mij ook niet echt twee dingen tegelijk op je af. Dat is sowieso nice. Geen maar een ding, oké. Bam bam. Oké. Please come. Nou, komen ze hier maar uit. Fuck dit. Anders had ik mijn trips die nu aan de muur zaten kunnen gebruiken. Ach ja. Dat is ook logisch, want zo net waren ze uit die andere kant gekomen. En nu komen ze dus hieruit. Dat is toch wel logisch. Sterf dan ook gewoon. Die Ring of Fire is echt overpowered. Dat maakt hem zo leuk. Maar goed, ik ben twee keer dood gegaan, dus dan vind ik wel dat ik het mag doen op Apprentice Mode. Tenminste, dat vind ik dan, hè. Ik weet niet wat jullie er allemaal van vinden, maar ik vind dat ik hem op Apprentice mag doen, nou. Oké, nou, we hebben een aardige setup met vallen. Ik wil niks zeggen, maar het is behoorlijk bos. Ik vind hem bos. Gaat mij in ieder geval een stuk makkelijker eraan toe dan net. Datgene dat we zeggen, fucking moeilijk gewoon. Ik zal even wat assistance bieden. Kobold runners. En een oven. Oké, nou wegwezen. What the fuck? Nou zo, nu zijn we helemaal gesetteld met traps, dus... Nou moet het wel gewoon goed gaan. Zo, eens even wat headshots maken op die mooie sniper-orkjes die hier zo lopen. Hup, terug drift, hè, jongens. Branden. De pyro van Team Fortress, die zegt altijd branden. Oké. Dit is echt gewoon niet meer eerlijk voor die arme orks. Ik begin nou echt een beetje zielig te vinden dat ze zo doodgaan. Al die spike traps, wauw. Ze worden gewoon gespiesd gewoon. Nou, kom op, ga dood. Hup. Ik wil dit nog wel afmaken dat ik kan gaan dineren. Ga gewoon sterf doen, serieus. Moet je kijken, zo'n heel ding dat killt gewoon al die orks in één keer bijna. Nou. Oké, daar hebben we al gehoord, gast met dat white meat. Hoef je me allemaal niet nog een keer te vertellen. Oké, goed. Sorry dat ik een beetje afwezig ben, jongens, maar ik wil gewoon diner hebben. Oké. Oh, ze worden heel erg geassgrapt. Oh, hallo meneer de ogen. Hallo meneer de ogen. Hallo. Hallo, ik vind u heel aardig na, toch niet? Nee. Wat zijn we aan het doen hier? Jee. Nou, laatste ronde. Oké, wel. Dit is eigenlijk best wel snel. Traps. All the way. Oké.
niet of ik de fik steken. Jee, dat kan. Brand. En branden. Brand. Brand meer. Als ik nu verlies, ga ik echt heel erg sad face achter doen. Brand. Brand. Oh, twee ogen. Nee, die is nog. Kill ze. Alleen de ogen zijn nog over van al mijn traps. Wauw, skills. Kijk, wat zullen we voor ze plaatsen? Dit doet. Kom maar, goed zo. Brave ork. Of oog eigenlijk. Kill hem, goed zo. Geen idee hoeveel skills we hebben gehaald. Ik denk dat het automatisch minder is. Ja, zie je wel. Oké, nou, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. En hopelijk hebben jullie genoten van deze lange aflevering van Oxmas Die. We moeten nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wat, 11 levels of zoiets. Nou, laten we het erop houden. 10 levels plus, ik heb niet normaal goed geteld. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Willen jullie meer Oxmas Die, moeten jullie even abonneren. Vergeet ook niet even om een likeje achter te laten als je hebt genoten van deze aflevering. Volg mij ook nog even op Twitter, @ShadowGames23, want daar vind je alle updates. En het laatste nieuws over de series. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.